vroeger op de baan, laat zich op een feestje gaan. Germania weer kampioen. Met de kermis op de horst, honden schutters borren dorst, dat is nou hetzelfde nog als toen. De vierdaagse komt voorbij, de lopers kieken naar ik blij, die gaan het einde nou wel halen. Wim de Bulldog jaar terug, wat galt geen nou kieken mug, die trok toen nog volle zalen. Iedere week, het daarop van mijn dromen. Te zien bij Gruusbeek in beeld. Het is een mooie om naar te kieken. Ze iets heb ik altijd al gewild. Het is waar Gruusbeek kloven zit, in kleur maar ook nog eens wat wit. En filmpje van de melkfabriek. En dan het slagenfestival, ieder jaar met de carnaval, maar dan in de taand Beedriek. En pop lagen in het wald, kewe handen toen koud, die worden met een slei ontspullen. De traffen spulden jaren terug, als ik ons pap geloven mag, dan nog bij Jochem zien meulen. Iedere week, het daarop van mijn dromen. Te zien bij Gruusbeek in beeld. Het is een mooie om naar te kieken. Ze iets heb ik altijd al geweest. Zilverspan, eikenbeukenbakken, zilverspan, eikenbeukenbakken, zilverspan,
dan wonen ons hier gekant. Dan kom we in het aarde, de taart is dan ons wal. Hier in Noes zit de vloer, kijk dan op de wafel. Ja, die gaat ook nog een, die gaat ook nog een. Naar ons lieve. Ja, we hakken, we zagen, we kleuren en we dragen vlan aan. Ja, we hakken, we zagen, we kleuren, iedereen boven het zien vaan. Eiken, beuken, bakken, zilverspak. Eiken, beuken, bakken, zilverspak. Eiken, beuken, bakken, zilverspak. Iedereen en krijgt plat. Dag en bedankt, tot wette. Zeggen, voel me niet goed, wil toch nog gaan wat aan te trekken.
heeft het toch niet toe. Kiet de zakken ze maar in. Iedereen schuit aan die ut. Pak een contract met de zak. Het doet het toch niet toe. Maar om. Ik kom onder de wortel, zit op
toe. Alle Joden nemen hun maar al die schikken dat maar groot. Ieder jaar zegt er een, de boeren staan er op in Joost en bij ons. De boeren staan er, ieder jaar zegt er een, de boeren staan er op Oh,
op wat het begreep. En geven op een dom schietserie. Weet je nu als we er gebeurten? Nog internet, ons moet de herenstap. En weet wat in de koppelen doet vooral. Schietserie. En op de druk met zien de meiden. Van lakke benen, stokje, stokje weg. Van zo'n bloemen, onze dan ook wel. We zien nog wel, we zien de brute lampen. Blijf op brugje, geluft ons maar. Verder een mooie man in buurflexie. Zoals deze. Die horen allemaal bij de act natuurlijk. Hey, hoe verzin je zoiets? Hoe verzin je zoiets? Nou ja, het gaat natuurlijk over licht. En Arno die kwam op het idee om te werken met vibreekstaven uit te delen in het publiek. Ja, dan krijg je gewoon een hele mooie leuke interactie. Absoluut. Met het publiek. En ja, je ziet dat wij op dit moment alles met licht deden. Ja, dus schaduweffecten, lampkappen op. Ik zag zelfs de TL-verlichting uitgaan. De verlichting ging uit op de bühne.
En voor ons was alleen onze eigen verlichting aan. Ja, dan maak ik het helemaal af. Want tegenwoordig moet je toch het publiek een beetje trekken. Niet alleen met je nummer, maar ook met je act, want dan wordt ook beoordeeld. Ja. De stemmings of de nummers zijn tegenwoordig ook anders om te beoordelen. Dit heeft dus duidelijk meegeholpen bij jullie aan de keuze om dat op deze manier te doen. Het leuke is gewoon dat je van tevoren niet weet hoe het uitpakt. En dat je die dingen uitdeelt. En dat je bang bent dat die mensen in de zak steken. Maar het pakt er precies uit zoals we het voor ogen hadden. Dus iedereen krijgt die staafjes en het liedje begint. En iedereen gaat zwaaien. En als je dan staat te zingen, moet ik heel eerlijk zeggen, dat is echt een kippenvel moment. Niet alleen het liedje om dat te zingen, dat is al leuk om te doen. Maar als iedereen dan gaat zitten zwaaien, ja, dat is echt een fantastisch moment op de moment. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Ik hoop dat jullie een mooie beker mee naar huis mogen nemen. En we zullen het aan het eind van de avond zien. Succes jongens.
laatste speler gaf aan Owen Schoen het kerstel. Kwam ze alweer op. Direct is van mooi zo'n schattelende. Zeg toch iets anders op nog best. Direct is van mooi zo'n. Wat met je van mooi zo'n? Wat moet ik mij dan trekken dan? Kom ik die schoen op trekken? Die zak? En die boek? Thank you.
Yeah.
mensen wil ik tegen je. Ik denk alleen naar u. Als een je is een ik van je. Dan ben je op die bos. Dan zit achter dat de kanker. En van je is een klos.
ochtend.
Het Slagerfestival van 2011 zit erop. Het is niet anders. Dan. Dit is Fiem in het kwadraat. Ja, ben je Fiem bij een interview? Dat kan nooit goed. Ja. Jullie stonden in een bos. Ja, en het valt. Dan moet dat ding erop zeggen. Als je helemaal niet mee ziet, dan Toen man, we stonden in het wald. We stonden in het wald, terwijl jullie meegenomen door de politie. Ja. Hadden jullie toen ooit gedacht dat jullie de eerste prijs zou winnen? Dat maakt niet. Dat maakt me alleen maar een bommel. En dan sta je met zo'n beker hier. Twee vrienden met één werk. Normaal gesproken is het altijd een vrouw dan wat we doen. Normaal is het al, dat weet je dus. Tot zover een interview met jou. Tot zover, William. Ongelooflijk. William, het was Steven Roesbeek. Goedenavond. Dankjewel.
stonden de ouders hier. En nu dochter en zoon. En het is helemaal geweldig. En weer nummer 1, hè. Helemaal geweldig, hè. Super. Nou worden wij bekende, die door het beeld in rende. Want hij was weg Ruusbeck in beeld, in beeld. Het is wel lekker zwachten, maar over 7 nachten, dan is de weg Ruusbeck in beeld, in beeld. Eén ding is zeker, die wil iedereen zien. Want het programma kreeg hier in Ruusbeck al den 10. Daar was wij genieten van de beelden van Ruusbeck toen en no. Die ons ontroeren en laten lachen, ja ze raken zelf zo. Hadden ook nog iets liggen en mooi filmpje, dan vind ik er iets van. En hij zorgt dan dat heel Ruusbeck er van mij genieten kan. Hij gaat ons nooit streeën, daar roepen wij tevreden. Want wij willen Ruusbeck in beeld, in beeld. Het is een weg langs machten, we kunnen ons niet wachten. Want wij willen Ruusbeck in beeld, in beeld. Eén ding is zeker, wij willen iedereen zien. Want het programma kreeg hier in Ruusbeck al den 10. Daar was wij genieten van de beelden van Ruusbeck toen en no. Die ons ontroeren en laten lachen, ja ze raken zelfs. Oh, hadden ook nog iets liggen en mooi filmpje, dan film ik er iets van. En hij zorgt dan dat heel Ruusbeck er van mij genieten kan.